Aan de Scharenburgse straat in Druten stond in januari nog een klimrek, maar nu al een hele tijd niet meer. Op 4 januari werden hier kerstbomen in de fik gezet, waardoor een klimtoestel zwaar beschadigd raakte. De gemeente verklaarde het onveilig en besloot het toestel te verwijderen. Na meer dan 8 maanden is er nog steeds geen nieuw klimrek geplaatst. De gemeente vertelt in een reactie nog steeds bezig te zijn met het verhalen van de schade op de daders. Of die daders al in beeld zijn en of er uiteindelijk een nieuw klimrek komt, is onbekend. De gemeente kon op die vragen geen antwoord geven.